In de Zeisterbossen, hoe bijzonder is dat voor jou? Ja, toch wel heel speciaal. Ik denk elke keer als je hier mag voetballen, dan besef je wel hoe bijzonder het is. Een mooi veld achter ons, mooi complex. Dus dat je hier mag voetballen is niet verkeerd. Nu sta je op de stand-by-lijst. Ja, klopt. In principe ga ik niet mee naar het WK. Nog wel een kleine kans in dat opzicht. Jammer. Maar toch ook wel weer een teken dat je er dicht in de buurt zit. Maar hoe groot acht jij de kans dat je alsnog mee mag naar Frankrijk? Niet heel groot. Ik denk dat het voor mezelf ook beter is dat ik me vooral gewoon op onder 23 focus. Dit als goede voorbereiding zie. Maar aan de andere kant, je weet nooit wat er gebeurd is in zo'n voorbereiding. Dus je houdt er wel rekening mee. Het is toch wel een compliment, denk ik, hè, dat je erbij mag zijn. Ja. Nu al. Ja, zeker. En ik hoop ook dat ik in deze periode een kleine bijdrage kan leveren aan de voorbereidingen op het WK. En daarnaast heb ik dan nog een mooie trip daarnaast met het onder 23 elftal. Maar als je op de stand-by-lijst staat, hoop je dan toch niet stiekem dat iemand geblesseerd raakt? Nee, omdat ik denk in deze periode moet iemand zodanig geblesseerd raken om dan niet mee te gaan naar het WK. En dat gun je niemand. Ook hier niet. Komt het misschien een beetje te vroeg, het WK voor jou? Dat is lastig om te zeggen. Ik denk voor mezelf niet. Het is wel natuurlijk een groot toernooi. Nog niet heel veel ervaring bij het Nederlands elftal. Dus ik denk dat ik ook vooral mijn aandacht op de periode daarna ga richten. En dan nu nog een mooie ervaring op kan doen met het onder 23 elftal. Je bent aanvallig. De concurrentie is groot natuurlijk. Ja, zeker. Ja, voorhoede bij Oranje zit veel kwaliteit. Dus kan nog aan de bak. Gaat het zien? Ja, komt goed.